luisteraars, van harte goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. En vandaag leggen wij de focus op de 8e internationale coöperatieconferentie van de Associatie van Caribische Staten, ACS. Suriname is van 6 tot en met 9 mei gastheer van de 8e internationale coöperatieconferentie van de Associatie van Caribische Staten, ACS. Het momentum om de 25 lidlanden bij elkaar te brengen om van gedachten te wisselen over het proces naar een sterkere, groter Caribische regio. De ACS is immers een adviesvereniging van landen gecentreerd rond het Caribisch bekken. De organisatie werd opgericht met het doel om overleg, samenwerking en gecoördineerde actie tussen alle landen van het groter Caribisch gebied te bevorderen. Wij brengen u fragmenten van ACS vanuit Hotel Dorarica. Welcome in the Republic of Suriname, one of the three carbon negative countries in the world, highly forested to almost 93% of its land mass and with a high degree of biodiversity. A tolerant and ethnically diverse population with a richness in culture, language, art, music, and of course you'll taste the cuisine, which is also very diverse. We are very happy to have you here in Suriname. We wish you a most memorable stay. Feel free to come back in this unique Caribbean and South American country. So if you do not have enough time this time, every year, every day, you're welcome and see Suriname as your second home. So thank you very much for being here. It is a distinct honor and privilege to welcome you to the 60th Business Forum of the Association of the Caribbean States. And I'm pleased that my country, Suriname, can host so many esteemed government officials, business support organizations, trade support organizations, NGOs, and most importantly, entrepreneurs from the greater Caribbean and other regions. Yes, we can reach greater heights when we collaborate and unite to achieve similar goals. And I extend my deepest gratitude to the staff of the Ministry of Foreign Affairs, International Business and International Cooperation, and the staff of the Association of the Caribbean States for graciously hosting this significant event. Your dedication and commitment to facilitating collaboration and knowledge sharing among governments, business and NGOs, and ACS members and associate states are truly commendable. The theme of this forum, fostering sustainable growth through increased production and improved connectivity, is significant to Suriname since increasing exports and attracting investors is our main focus as government. As we do this, we need to encourage sustainable growth and improve connectivity, which is a must in the process. Many countries in the greater Caribbean have similar conditions, making it essential to collectively explore opportunities and jointly work towards reaching greater heights. Only by cooperating can we unlock the region's potential. I also want to mention our special bonds because of our shared cultural history, which gives us
a greater Caribbean identity. We share many similarities in food, dance, and lifestyle, which definitely result in similarities in entrepreneurship. Many of the member states have quite a few small and medium enterprises, which we as governments need to support. Our greater Caribbean identity can drive us to great success by cooperating together. Ladies and gentlemen, the theme of this year's forum touches all member states, which our collective aspirations for a prosperous and resilient community. I extend my deepest gratitude to you all here today. In closing, let us reaffirm our commitment to building a future where economic development is not just a dream, but a tangible reality for every citizen of the greater Caribbean. Let us make today a legacy towards a brighter, more resilient, and prosperous future. I wish you all fruitful deliberation, and thank you. May God bless you all. Thank you very much. Muchas gracias. NCP Studio, we weten het, New Life Christian Production. We zijn er al 33 jaar mee bezig. En we hebben verschillende diensten die we aanbieden. Wat we op de beurs hebben gebracht zijn Conference Sound en de Studio Post Production. Conference Sound is, moet je je voorstellen, de conferenties, workshops waarbij je mensen hebt die in meerdere verschillende talen spreken. En natuurlijk, als bijvoorbeeld Nederlands wordt gesproken en er zitten Engels sprekende of Spaans sprekende in de zaal, moeten die ook verstaan waar het om gaat. En dus daar heb je, die mensen hebben dan een bodypack met een headphone en dan horen ze dus die tolken. Dat is een conference sound en natuurlijk het geluid voor die zaal, voor die venue, wat doen dat ook. En postproductie is eigenlijk een naproductie. Het geluid voor bijvoorbeeld een film of een documentaire. Kijk, je kunt filmen en omgevingsgeluiden en oké, dat is het. Maar je moet het interessant maken. En het moet spreken tot het publiek. Je moet de mensen een bepaalde ervaring geven. En dat doe je met postproductie. Laat me een voorbeeld geven in een film. Laten we zeggen, ik geef dit voorbeeld vaker, een horrorfilm. En je zou een vrouwspersoon zien die loopt en ze kijkt naar achteren en ze begint sneller te lopen. Als je geen geluid hebt, doet het je niets. Het moment dat je het geluid hoort met muziek en sound, wind, de sound effects en die stappen, begint het eng te worden, begint het te voelen. Het wordt creepy. En dat is de bedoeling. Je moet het dramatiseren, je moet het gevoel, dus dat de mensen echt die ervaring hebben. En dat is wat we dus met postproductie doen. Maar ook in muziek is dat mastering. Weet je, wanneer een muziekstuk af is, het is opgenomen, gemixt en zo, moet je het ready maken voor uitzending of voor de markt. En laten we zeggen, als het 10 nummers in een album zit, is het gek als mensen constant zouden gaan draaien aan hun dingen, volume gaan draaien. Werkt niet. Dus wat je dan doet, je mastert die songs individueel en je match, wat ze zeggen, match, level matching. Waardoor als iemand vroeger hadden we een CD, dus je stop je een CD of een plaat van toen, dat je gewoon vanaf het begin zet en hij draait gewoon naar het einde en je hebt niet zulke grote verschillen waarbij je moet gaan draaien. Weet je? Dus dat is zo'n beetje wat wij doen. Hè. We hebben veel meer dingen, maar we hebben postproductie en conference sound hebben we gebracht voor de beurs.
We staan hier in de toerisme paviljoen. Het gaat om een regionale conferentie. U hebt het zelf gehoord, 35 landen zijn hier vertegenwoordigd, public en private. En het is dan een goed moment om ons toeristisch product ook kenbaar te laten maken aan de mensen. En TCT heeft dan de toerisme sector zo een beetje bij elkaar getrommeld. En u ziet het, we hebben een andere setup. Het is een beetje open, het is een beetje uitnodigend. De bedrijven staan naast elkaar en we hebben het geprobeerd om het mooi te maken en zoveel mogelijk informatie te geven. Ja. Nou kijk, we werken op verschillende fronten. En natuurlijk werken in-house aan productontwikkeling en trainingen en alle tot zaken. Maar om ons product in de regio te verkopen, ik denk dat dat ook een topic is binnen de discussies die gevoerd worden. Toerisme moeten we duurzaam ontwikkelen, dat is één topic. We moeten het verduurzamen. Niche toerisme, dat is ook een topic dat wordt besproken. En onder niche toerisme vallen eigenlijk die special interest toerisme. Hè? Dan praten we over speciale zaken als culinair toerisme of als adventure tourism. En wij hebben heel veel ingrediënten. Kijk maar naar het culinair gebeuren. Kijk maar naar onze jungle waar je in de soelas kan springen. Kijk maar naar de verschillende culturen. En dan kan je met de mensen daar gaan zitten en een cassavebrood bakken en die cassave raspen en die ananas plukken en al dat soort zaken. Dus dat is ook een belangrijke topic dat binnen de vergaderingen besproken gaat worden. En wij proberen om eigenlijk los van waarvoor het Caribisch gebied bekend staat, van sea, sand en zon, proberen we nu die niche tourism market producten daaraan te koppelen. En Suriname leent zich uitstekend daarvoor. We proberen het bekend te maken, maar een ander issue is ook de bereikbaarheid, de connectivity. Daarmee zijn we ook bezig. SLM staat hier, u hebt het ook gehoord. De president heeft het ook aangegeven. Er komt een ferry tussen vier landen. Laten we kijken hoe wij de bereikbaarheid, die connectiviteit kunnen vergroten. En eigenlijk het toerisme in het Caribisch gebied verder kunnen ontwikkelen en promoten. Ja. Regio? We maken op dit moment een goede beurt. Kijk, tevreden zijn wij. En natuurlijk moet je proberen het maximale eruit te halen. En daarnaar werken wij. We willen het maximale eruit halen. Kijk maar naar SLM. SLM vliegt op Barbados. SLM vliegt op Miami en Brazil en noem maar op. En niet altijd zijn die vluchten vol. En wat wij proberen is zoveel mogelijk bekendheid te geven, zodat de vluchten van beide kanten vol zijn. En dat SLM ook beter zaken kan gaan doen. And I love Suriname. It's my second home. So I would love for my products to be sold here in Suriname. So the name of my company is Essence of Herbs. And we specialize in herbal products. So we cater for our customers both inside and outside. So we have a line of teas, protein bars, and then we also have cosmetics. And we mostly cater for persons that is traveling. So we make these bars. So because when you're going on the plane, you know, you only allowed a certain amount of liquid. Now with the bar, you can take any amount that you want. Good afternoon, everyone. I'm Rishi Parbudayal. As mentioned, I'm the Chief Operations Officer of Assyria, of the Assyria Group. First of all, I will not be delighting you with some beautiful slides, unfortunately. It was a slight miscommunication, I guess. I was asked to be participant in a panel discussion.
Bueno, agradezco también la presencia de la vicecanciller Cindy Rodríguez, que es la vicecanciller para asuntos de... And get to the chase of the topic. I'm going to try and keep it short and tap more into the topic of what we're going to be discussing. If you have three key factors that you think that contributes to your success, and what advice would you give to members in the ACS, member countries, which, in your opinion, are struggling? They have the ambition, but they are still struggling. Thank you. Ladies and gentlemen, I thank you. I think we learned a lot. We got a lot of information, but we have also a lot of work to do to develop the Greater Caribbean, and I think we are ready for it. Thank you for your participation once again. Thank you. Dit was het dan weer voor wat betreft Focus. Blijft u ons volgen voor wat betreft de meerdere activiteiten van ACS hier vanuit Hotel Torarica. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.